Zaterdag 26 oktober. We zijn te gast op de jaarlijkse open dag van de paardenkamp in Soest. Het nationale rusthuis voor oudere paarden. We verzorgen 125 bejaarde paarden en ponies van 20 jaar en ouder hier met een groot team. En dat doen we met z'n allen inderdaad. Ja, als beheerder loop je hier natuurlijk denk ik, zeg maar, dagelijks rond. Ken je al die paarden bij naam? Ja, ik ken ze allemaal bij naam. De nieuwe wordt wel lastiger. Die dus binnenkomen en daarna gelijk de weilanden in gaan. Kijk, we huisvesten de paarden op 3 locaties. En op deze locatie heeft staan de paarden die individueel gehuisvest worden. Dus ieder paard heeft zijn eigen stal. Bordje erbij, dan leer je ze heel snel kennen. In een grote kudde is dat wel eens lastiger. Dat geef ik toe dat ik dan ook wel eens even in de weiland sta te nadenken van welke is, was dat ook alweer. Ja. En tijdens deze open dag, de beroemde open dag van de paardenkamp, komen ook nieuwe bewoners. Er komen nog nieuwe paarden, er komen nieuwe bewoners, hè, zeggen jullie. Ja, klopt inderdaad. Iedere open dag dan verwelkomen we nieuwe bewoners, inderdaad, zo noemen we dat. Die komen uit het hele land. Deze die nu de herfstopen dag zeg maar, gepresenteerd worden, staan al een tijdje bij ons. En die worden welkom geheten en het publiek kan ze ontmoeten op deze open dag. Ja. En weer een succes vandaag met dit prachtige weer. Zeker, zeker. Ja, het weer kan echt niet beter. We staan nu ook heerlijk warm in het zonnetje. Je ziet het aan de toestroom die er is. En mensen blijven met dit mooie weer hangen. Dus ja, weer een enorme leuke dag. En enorm veel nieuwe gezichten die op deze manier ook weer kennis maken met het werk wat we doen. En met de paardenkamp inderdaad, ja. En niet te vergeten de bekende rommelmarkt die weer geld opbrengt voor jullie paardenkamp. Ja, klopt inderdaad. De rommelmarkt doen we al jaren en brengt weer geld op voor de verzorging van de paden. En nou, op de locatie Gagel gaat naar de overkant hebben we dus een verkoop vandaag van gedoneerde padenspullen. En dat zamelen we door heel Nederland samen erin. En de opbrengst daarvan komt ook ten goede voor de verzorging van de paden. Ja. IJsbrand Muller zei het net al, de rommelmarkt. Een belangrijk onderdeel van de open dag van de paardenkamp, Ria. Zeker, want zo houden we de mensen hier de hele dag gezellig op het terrein. Hè? En ze gaan eventjes verderop, ze gaan bij de paarden kijken, maar komen weer terug. Vinden weer leuke spullen. Ja. En het is elk jaar volgens mij bijna uitverkocht, of niet? Nou, uitverkocht. We doen het 2 keer per jaar. Hè? Ja. Laatste zaterdag van mei en laatste zaterdag van oktober. Maar we houden wel wat spullen over, maar dan slaan we op. En de mensen kunnen het hele jaar weer spullen brengen, hè? Want dat is ook heel belangrijk. Het hele jaar door kunnen ze spullen brengen. We bewaren het voor de nieuwe rommelmarkt. En hoe is de loop tot nu toe? Goed vandaag. We beginnen altijd om 10 uur. Nou, 9:45 staan ze al hier langs het hek. 10 uur gaan we pas open. Maar dan stromen ze binnen. Het zijn vaak dezelfde mensen wel. Echte koopjesjagers, hè. Maar dus dan is het even heel druk. Dan wordt het iets minder. Maar zoals nu ook. Het loopt de hele dag lekker door. Thank you.